Lord Potten. We denken dus dat we misschien bedbugs hebben. Aangevallen door bijen. Ja. Ik ben een aantal keer geprikt door bijen. We zijn terechtgekomen in het paradijs. Ja, dan hoor je de muizen gewoon onder je bed doorlopen. Het is echt een mega groot ding. Had ik echt niet verwacht. Welkom bij een nieuwe vlog. Welkom. We hadden eerst bedacht deze niet gaan vloggen, maar besloot hem toch wel te doen. Ja. Welkom in Port Barton. Port Barton. Niet een super bekende plek in de Filipijnen. Gisteren en eergisteren twee wel lange reisdagen achter de rug. Ja, we moesten eerst twee ferries. Ja. Toen moesten we een taxi. Toen hebben we ergens geslapen. Vlak bij de airport. Toen gingen we lopen naar de airport. Omdat de meneer van de guesthouse zei dat hij ons zou wegbrengen met zijn auto, maar gewoon niet kwam. Toen gingen we vliegen. Toen gingen we met een minivan. En nu zijn we hier. Dus Port Barton. Het is wel een beetje zoals veel van de eilandjes hier op de Filipijnen. Je hebt mooie strandjes. Je kan lekker snorkelen. Boottochtjes doen. Ja. En watervallen bezoeken. In principe is dat wel een beetje. En gisteren toen we aankwamen met onze tasjes op onze rug bij onze hostel, toen hoorden we allemaal muziek en toen zat een beetje van wat is dit nou weer? En toen zaten er allemaal locals in de rivier voor ons hostel, gewoon te chillen daar. En die zei, kom. En eerst dachten we, nee, die tassen, we hebben het hele dag gereisd, gedoe. En toen, toen... We mochten eigenlijk niet doorlopen. Nee. Iedereen zat muziek te maken en te borrelen in de rivier. En toen hebben we toch maar besloten erbij te gaan zitten. En dat was super gezellig. Ja, echt super leuke avond gehad. Ja. Dus dat hebben we dus niet gefilmd, want we toen dachten we gaan niet filmen. Maar ik heb wel wat andere rechtopstaande beelden gemaakt. Dus die zal ik even hier achter plakken. Dus dan zie je van die gek zwarte dingen aan de zijkant. Nou, vandaag is het plan om een beetje strandjes te gaan hoppen, gewoon wandelend. Dit is ons verblijf. Dit is ons hutje. Kijk. Ik zit op een tafel. Dit is dan een low room. Mosquitonetje, ventilator die echt niks deed. Oh, we hebben geen stroom meer. Oké. Okay. Nou, het is lekker krap. En hier is de bathroom. Mooi pleetje en daar is de douche. De douche is echt best wel lekker. Wel stervenskoud, maar goed. Ja, wat willen mensen nog meer, hè? We zijn begonnen aan de wandeling naar de strandjes. Het is lekker warm. En kijk, hier zaten we gisteren te chillen. Oh, het ziet er nu wel een stuk beter uit dan gisteren. Gisteren zag het er echt vies uit. Maar daar werd gepist. En hier zo werd een kip geslacht. Oh, je ziet het nog. Wat zie je die kip nog? Je ziet allemaal dingetjes. Daar hebben die stenen, weet je. Nou, dit is Port Barton. Dit is het busstation. Super groot. In zo'n busje zijn we gisteren hierheen gekomen. Er staan wat turkies, chillen. Maar Port Barton is een heel klein, schattig dorpje dus. Op het eiland Palawan. En op Palawan zit ook El Nido en Puerto Princesa en heel veel andere plekken. Wat zijn die kindjes aan het doen? Spelen. Maandagochtend. Nou, Port Barton is echt super schattig. Leuke sfeer hangt er. Van gemoedelijk. Vooral locals die er rondlopen. Soms zie je een toerist. Niemand kijkt echt op van je. Nee, mensen zijn vriendelijk. Dat is wel fijn. Dat is niet zo... Zelfs de tricycle chauffeurs. Die ze vragen, wil je een tricycle? Nou, en dan voor de rest niet. We moeten daarheen. Ze moeten door het water hier. Ja, is het diep? Oh jee. We lopen nu naar Coconut Beach. En ik heb de route op Maps.me gedownload. Want Google Maps is helemaal K. Oh, er is geen topje. En we lopen weer terug. Want we zijn volgens mij verkeerd gelopen.
We hebben dus altijd dat op internet staat van, oh ja, je loopt er gewoon naartoe, vet makkelijk. En dan gaan we lopen en dan denken we, nou, hoe zijn jullie in godsnaam gelopen? Dit is volgens mij vet moeilijk te vinden. Wij dachten, we gaan echt naar een verstopt strand waar je alleen te voet kan komen. Komen ineens deze weg tegen. Je kunt er ook gewoon met de auto of met de scooter komen. Matt heeft een kwalletje gevonden. Lijkt wel hersenen. Ja. Kijk. Kijk wat ik heb gevonden. Een biggetje. En waterbuffels. Oh, kleintjes. Oh, er zijn kleintjes. Oh my god. Doei, 100 palmbomen. We gaan nu verder lopen naar White Beach. We zijn er. Kijk hoe blauw dit water is. Nou, we gaan weer lekker teruglopen, hè? Ja. Vamos, vamos. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag? Een boottripje. Boottripje. Daar is de boot. En we gaan langs verschillende eilandjes snorkelen. Met schildpadden. Met schildpadden zwemmen. Zeesterren zien. Dus wordt leuk. We gaan lekker een dagje. Ja, we hoeven zelf niks te bedenken. Nee, dus dat is wel lekker. Lekker. Ja, dat is chill. Supermooi! Nou, we gaan snorkelen voor de eerste stop. Super blauw water. Hier zijn schildpadjes. We zijn hier gestopt voor lunch. Kijk, deze man is even lekker een vis aan het schoonmaken hier. We hebben nu een uurtje chilltijd en dan gaan we lekker lunchen. Daar komt het bekje aangelopen met iets in zijn handjes. Wat zou dat nou zijn? We hebben echt een superleuke dag gehad met de tour. Het
vond je ervan, Matt? Leuk. Ja. Alleen werd ik net op weg naar huis aangevallen door bijen. Ja. Ik ben een aantal keer geprikt door bijen. Ja. De angels zijn er denk ik allemaal uit, maar... Ja, dus we liepen gewoon en ineens zaten er allemaal beesten op zijn hoofd. En dan begon hij als een gek te rennen. Gooide de tas neer en allemaal bijen. Je hebt iets van vier beten, geloof ik. Ja, het is niet helemaal onze dag vandaag. We hebben een superleuke dag gehad, maar het is niet helemaal onze dag. Want we hebben namelijk ook nog wat anders. We denken dat we misschien bedbugs hebben. We weten het gewoon niet. Ik zal het even vertellen. Oké, we denken dus dat we misschien bedbugs hebben, omdat een paar dagen geleden sliepen we ergens op Secure. En toen hadden we ineens allemaal kleine bloedvlekjes op het matras. Dat is een teken van bedbugs. Maar we hadden helemaal geen beetjes of zo, dus dat was al raar. En toen vond Matt laatst in zijn daypack in de naad een klein beestje. En toen werd Matt vanmorgen wakker met 5 beetjes op een rij, op zijn knie. Dat is ook een teken van bedbugs. Maar het zou dus ook allemaal net iets anders kunnen zijn. Dat beestje zou een ander beestje kunnen zijn geweest. En er zijn hier heel veel, hoe noem je dat, jellyfish? Kwallen in de zee. Dus het zou ook beetjes van kwallen kunnen zijn. Dus, we weten het gewoon niet. We gaan nu even al onze spullen uit de kamer halen en even doorzoeken. Kijken of we gekke dingen vinden. En als dat zo is, dan hebben we een probleem. Dan moeten we dat even oplossen. En dan, hopelijk is het niet nodig. Wie niet weet wat bedbugs zijn, dat zijn bedluizen. En die vind je soms gewoon in bedden. Als je op reis bent, dan slaap je heel vaak in een ander bed. En dan is er gewoon een kans dat je dus een keer in een bed slaapt waar bedluizen zijn. Wij hebben al 14 maanden de dans ontsprongen. Hopelijk doen we dat nu nog steeds. Maar ja, als je op reis gaat, is dit gewoon een risico. Nou, we hebben wel eens de inhoud van mijn backpack gedeeld. Mochten jullie de inhoud van Matt's backpack willen weten, dit is het. Hier is een t-shirt. De tussenstand is, we vonden 1 beestje in met zijn tas weer. Maar ja, het kan van alles zijn. We zijn in de tropen. En we vonden ook beestjes op het bed. Maar goed, of tenminste, nee, we vonden miertjes op het bed. Ja. Maar ja, miertjes lopen. Kijk, als je hier in die kieren kijkt, zie je ook overal miertjes. Met ze even de boel aan het verbouwen. Dat vind ik altijd heel nauw. Ik ben altijd bang dat ik allemaal rare beesten onder het bed vandaan komen. Ja, dus tussenstand, we weten het nog niet. Eindstand. We hebben niks gevonden, behalve 1 miertje. Dus waarschijnlijk geen bedbugs. Ja, zoals ik het nu denk, niet. Want we hebben echt, echt heel grondig. We hebben elke naad zo'n beetje doorzocht. Ja. En eigenlijk niks gevonden. Ja, vooral veel kruimels en zand. En ja, je kijkt dan in dat bed en dan vind je een heel klein beetje. Maar dat zijn voornamelijk gewoon miertjes. Het is een open bungalow. Ja. Alles zit onder. Ja, en gisteren op het strand zagen we ook ineens... zaten er ook allemaal springende beestjes. En die vind je dan hier ook. Maar ja, dat zijn geen bedbugs. Dus. We laten het nu even, want we hebben niks gevonden. We gaan straks slapen. En dan hopelijk worden we morgenochtend niet wakker met 100.000 beeldjes. Goedemorgen vanuit Port Barton. Zoals we jullie al hadden verteld, zaten wij gisteren een beetje in ons maag met hebben we misschien bedbugs. We hebben gisteren al onze bezittingen, alles wat we hebben, minutieus gecontroleerd en eigenlijk niks gevonden op een bewegende zandkorrel. Ja, wat rolt dan door je tas? Denk je, oh, wat is dat? En een millimiertje na, niks gevonden. Je hebt overal beestjes hier. Dus ja, dat is hier gewoon. Ja, s'nachts ook lekker te slapen. Ja, dan hoor je de muizen gewoon onder je bed doorlopen. En vanochtend stapte ik het bed uit, lekker in een muizenkak. Maar ja, dat is hier gewoon zo. Overal heb je torretjes, beestjes, dingetjes. Het bijzondere is nog wel dat Stef heeft eigenlijk helemaal niks. Die heeft over de hele lichaam 3 muggenbulten. Ja, die ook al wat ouder zijn. En om de een of andere reden heb ik toch wel veel bultjes, stuk of 25. Maar goed, we hebben gisteren, voordat we gingen slapen, bij elkaar geteld en opgeschreven hoeveel muggenbulten op welke plekken we hadden. En daar zijn er geen bijgekomen, dus dat stelt ons al wat meer gerust. Ja. We gaan verplaatsen naar een andere accommodatie. Gaan we daar alles buiten laten en nog 1 nachtje slapen. En als ze dan niks erbij hebben, dan kunnen we echt wel definitief zeker zeggen dat we er geen last van hebben. Lopen we dan in een sauna met onze taskes. Wij gaan iets superleuks doen. We gaan naar een camping op een verlaten stukje van het eiland. Dat heb ik ooit als tip gekregen van een vriendin van mij. Die is hier jaren geleden geweest, die heeft daar geslapen. Die zei, dit is het paradijs van de Filipijnen. En het wordt gerund door 2 mensen.
En die hebben gewoon, ja, ik denk daar een stuk land gekocht. Er is een privéstrand. Er zijn een paar tentjes op het strand gezet. En ja, verder is er niks. Dus we hebben het geboekt via mail. En er zit ook eten bij. Dus je betaalt een bepaald bedrag. En dan krijg je 3 maaltijden. En onbeperkt gebruik maken van de kayaks en snorkelsets en weet ik veel wat. Dus we gaan er 3 dagen heen. We lopen nu naar het strand van Port Barton. Port Barton. En daar worden we opgehaald door een bootje en dan worden we erheen gebracht. Mocht je je afvragen hoe Matt toch aan die beestjes in zijn tas komt? Nou, door hier zijn tassen neer te zetten, denk ik. We zijn terechtgekomen in het paradijs. Dit is ons tentje. Nou, tentje. Het is echt een mega groot ding. Had ik echt niet verwacht. Kijk, gewoon een echt bed. Vet veel ruimte. Ja. Kapot veel muggen. Ik heb er net, denk ik, 20 vermoord. We hebben hier een hangmatje. Chill bankje. Dit is het uitzicht voor ons. Ze hebben ook kayaks en subboards hier. Kunnen we naar dat eilandje suppen. En we zijn de enige hier nu. Ze hebben 6 tentjes, maar ze zijn allemaal leeg. Misschien komen er morgen mensen, maar dat wisten we ook niet zeker. Dus het is echt even lekker helemaal op relaxstand. We betalen hiervoor een vast bedrag. Ik zal even onder in beeld zetten hoeveel. En daar zitten 3 maaltijden per dag bij. Dus we hebben nu de eerste lunch. We zijn op zoek naar de douche. Ergens hier op het strand is een douche. We hebben het gevonden. Wat vet! Wat cool dit! Wat een goede douche hoor. Ja? Kijk, het komt gewoon van boven daar. De lichten gingen uit om 9 uur. Dus wij zijn lekker in de tent gegaan. Dus we gaan nog even de tent mugvrij maken en dan gaan we lekker slapen. Tijd voor een ochtendzwemmetje. Nou, meneer wil daar snorkelen, dus hij heeft even de subtaxi besteld. Maar het gaat niet zo soepel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heb jij geslapen? Lekker. Ja. Het was wat koeler dan de nacht daarvoor. Ja. Er zijn gisteren nog 2 andere mensen aangekomen. Dus we zijn nu met z'n 4 hier. Maar dat is ook wel gezellig. En we zijn nu lekker aan het ontbijten. Nou, het is weer een lekker ochtendje op de Palawan camping. Het weer is super opgeknapt. Stef is even de ochtendworkout aan het doen en is lekker aan het suppen. En we gaan vandaag weer gewoon lekker genieten van dit mooie strand en het mooie weer. Nou, Matt gaat jullie even een rondleiding geven over de Palawan camping. Hier liggen wat kayaks en support die je gewoon kan pakken en dan even de zee in kan gaan. Ja. Helemaal daar verderop is dus de monkey shower. Hier is het huisje van de eigenaresse, ja. Thelma. Ze hebben 2 bootjes, die zijn van hun en die gebruiken ze om mensen mee op te pikken en eten en bier. En hier hebben we eigenlijk het restaurant. Hier eten we meestal 's middags en 's avonds. Ze hebben ook allemaal boeken. Ja. We hebben allebei een boek gepakt, een Nederlands boek gepakt daar die hier lag. Hier ontbijten we. Kijk, allemaal leuke zitjes. Nou, hier heb je allemaal al tentjes. Daar is het toiletgebouwtje met 2 wc's. Dan komen we hier aan bij onze tent. Ja.
met hangmatje, tafeltje. Nou ja, alles wat je op de camping nodig hebt. Het is best wel luxe, hè? Thelma, de eigenares, is jarig vandaag, dus we hebben een klein feestje. Het is alweer onze laatste ochtend. Over een uurtje gaan we weer weg. Dus we gaan nog even de laatste douche doen. We gaan die douche nog missen, hè, Matt? Maar ja, we hebben niet heel erg veel gefilmd hier. Want ja, we hebben niet heel erg veel gedaan. En we zijn helemaal lekker gestoken door alles wat ons wil steken. Muggen, zandvlooien, watervlooien, luizen, weet ik het al wat allemaal. Maar hoort bij het eilandleven. Nou, nog even één laatste shot van de monkey shower. Wat? Hey, kijk, een heel groot krabbetje. Je holletje is daar, vriend. Ga maar. Nou, hij blijft gewoon chillen. Normaal rennen ze heel hard weg. Nog even een laatste shot van de super chille monkey shower. Waar we denk ik wel 3 keer per dag onder zijn geweest. Ja. Vraag je nu vast af, hoe is het afgelopen met de bedbugs? Nou, de conclusie is, we hebben ze niet gehad. Nee. Dus dat is heel fijn. Maar we zijn er wel een paar dagjes van de rel geweest. Ja, het gaat echt in je hoofd zitten. We waren echt een beetje paranoia ervan. Ja. En op een gegeven moment, alles wat je ziet kruipen, elk beestje, elk zandkorreltje wat je ziet, denk je, oh nee. Ja. Je hebt overal jeuk, je gaat overal bultjes zien op de een of andere manier. Ook al is het niet op een rijtje, dan denk je, oh, maar als ik het vanuit die hoek bekijk wel. Ja. Het was echt wel een beetje een mindfuck. Ja, het was echt een heel erg mindfuck. Maar goed, we weten nu zeker dat we het niet hebben. Het waren 100% zeker zandvlooien. Ja. Ja, hebben we gehoord. Heel veel mensen hadden er daar last van. Port Barton staat er ook op bekend dat daar veel is. Ja. Kan je absoluut wat tegen doen. We hebben er ook weer wat van geleerd. Ja, we zijn weer even extra alert. Dus dat is ook wel erg goed. En dus gelijk het einde van de vlog natuurlijk. Ja, Port Barton was echt heel leuk. Schattig klein dorpje. Relaxte sfeer. Ja. En de camping was gewoon helemaal ultiem ontspannen. Dus dat was wel echt heel vet om gewoon een soort van, ja, met z'n tweeën en dan nog 2 andere gasten gewoon op zo'n super mooi strand te zijn. Dus ook dikke aanrader. Ja. En de monkey shower. Ja. Dat was echt highlight. Ja, zo, ja zeker. Dus de volgende keer dat jullie ons zien, gaan we de boottour doen. En die hebben we inmiddels al gedaan. Ja. Het was super leuk, dus ja. Kunnen we wel eens wat verklappen. Dankjewel voor het kijken. Ja, en we zouden het heel fijn vinden als jullie abonneren, want dat helpt ons heel erg. Yes. Doei. We zien jullie bij de volgende.